Doet! Beste vrienden, beste vrienden, dit bericht is rechtstreeks afkomstig van het directoraat van de Nationale Veiligheidsdienst in Suriname. Deze dienst maakt bekend dat tot onze spijt een nieuw variant van het coronavirus is opgedoken in Suriname. Deze variant is genoemd de corona B20. Precies, u hebt het gehoord, B20. En de B staat voor boefdraad 20. Het is een bijzonder lastige situatie, want dit virus verspreidt zich als een wind. En er zijn mensen die worden opgeroepen om het virus te komen halen en het virus te ondersteunen. En die mensen, op het moment dat ze verschijnen, zullen ze verschijnen met paarse vlaggen. Wij, beste mensen, u bent gewaarschuwd. En de mensen die bidden, aan die mensen adviseren we om tijdens het bidden uw ogen niet stijf dicht te knijpen. Want op het moment dat u uw ogen weer geopend hebt, dan kunt u erachter komen dat de grond waarop u staat verkocht is aan 3 verschillende mensen. Dat uw huis, uw perceel en alles wat u bezit verkocht is aan 3 verschillende, 4 verschillende, misschien wel 5 verschillende mensen. En ik zeg u één ding, u kunt niks doen. U kunt helemaal niks doen. Het enige waar we op dit ogenblik mee bezig zijn, beste lieve mensen, Suriname van ons, het enige waar we op dit ogenblik mee bezig zijn, is om te zorgen of te proberen dat de Interpol dat virus kan containen. Dat wil zeggen dat wij het virus in een container gaan vangen en het virus op een boot gaan zetten en dan gaan sturen naar de kantoren van Interpol. Dit is een belangrijke, misschien wel de belangrijkste mededeling van de hele maand. Wij gaan daarom straks aan de president vragen om nog een lockdown te maken voor een paar jaar. Ja. Dit was een bericht van de Nationale Veiligheidsdienst. Doei!